What? Hoi! Gucci! Tietje Panda Steven Vecht. En vandaag ben ik met... Estelle van den Elf. En wat we gaan opnemen is... Opening zingen. Welke opening? Zingen. Opening zingen. Ja, opening Steven. Zingen. En daar wil always... Nu klikken we. Nu klikken ze af. Oké, okay, vandaag gaan we het hebben over openingszingen. Welke wel goed zijn en welke niet goed zijn om te gebruiken. Ja. En welke gewoon grappig zijn. En hoe wij erover denken. En hoeveel likes kunnen we krijgen? 50. Steven, wat vind jij van openingszinnen in het algemeen? Ik vind het irritant of zo. Ik vind het niet echt... Nee, sommige zijn grappig. De grappige vind ik ook grappig, maar het is niet dat ik nou denk van... Ik denk niet dat je er echt een meisje mee in bed zou krijgen of zo. Niet? Nou, toen ik 10 was. Zo, ja, best wel nog een tijd geleden, ja. Toen kwam er een jongetje naar mij toe en die zei... Ja, ik ben mijn nummer kwijt. Mag ik die van jou? En dat vond ik eigenlijk best wel leuk op dat moment. Wat zo schattig. Ja. Weet je, ik had één keer op Instagram en toen zeiden ze... Oh, mijn basketbal is naar binnen gekomen. Ja, maar die is ik... zo dom. Nee, ik vond hem echt grappig. Ik ging echt stuk. Oh, ik heb ook wel eens En dan stuurde ze een foto van een basketbal. Ik dacht... Ik heb ook wel eens... Fuck. Praat door hier, sorry. Ik heb ook wel eens gehad dat er een vliegtuig was, zo dat ik ben geland in je DM. En dan stuur ik terug van vliegen, maar snel maar uit. Leuk man. Oké, ik noem een paar dingen op wat ik wel grappig vind. En ik wil weten of jij ze goed vindt, ja? Oké. Oké, dus de allereerste is... Okay. Maar mij niet uit. We hebben elkaar puur op uiterlijk gekozen. Ja. Ja? Oké. Okay. Laten we nu beide doen alsof we super geïnteresseerd zijn in elkaars innerlijk. Is dat een openingszin? Wat is dat dan? Ja. Hoe wil jij je eitje morgen gekookt of bevrucht? Geef je. So open your mouth and close your eyes and give your tongue some exercise. Het is wel leuk. Je weet niet wat betekent. Hè? Tuurlijk wel. Gewoon het seizoenen. Okay. Tong exercise training. Oh, deze is echt leuk. Vertel. Oké, dit zou ik wel grappig vinden. Nou, ik weet niet. Ik denk niet dat ik het... Ja, het ligt aan wie het zegt. Als het een vreemde is, zou ik het denk ik heel raar vinden. Maar... Door op mijn horloge te kijken, zie ik dat je geen string aan hebt. Echt wel? Shit, loopt daar weer een uur voor. Heel grappig. Is jouw vader een DJ? Want jij bent echt een plaatje. Die ken ik. Of is jouw vader een bakker? Want jij bent echt een stuk. Ik was op zoek naar de zeldzame Pokémon. Mijn navigatie bracht me bij jou. Wat is dit? Oh, trap ze maar. Steven, kun je alsjeblieft je broek uitdoen? Het lijkt me af. Nou, maar dat is serieus grappig. Je bent echt zo serieus dat ik wat, wat is aan de hand? Ja, maar ik zou ook denken, zeg jij, als iemand naar me toe komt. Ja. Gewoon onbekende zou ik ook denken. Er staat hier letterlijk bij, mooie jurk, leuke. Dat is die is de beste tot nu toe. Ik speel altijd een beetje uit. Kom jij toevallig uit Griekenland? Allemaal. Nee? Daar komen toch alle godinnen vandaan. Ah. Die is smooth. Die is best smooth. Maar het ligt er denk ik echt aan wie het zegt. Dat is een smooth papi, weet je. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mij. Zeker voordat je even abonneert op mij. Weer later. Doei.